We hebben Tuur mooi gespreid over onze dag. In de voormiddag een stevig gebrok natuur en tijdens de tweede helft wat cultuur rond het kasteel van Fontainebleau. Le Sentier de Carrier was een schitterende verrassing. We trokken doorheen grote stukken zandsteen die soms als reusachtige knikkers op onze weg lagen en andere keren een kloofje openlieten om erdoor te kunnen wandelen. Op sommige plaatsen leek de natuur de zandstenen in tweeën te hebben gekloofd. Maar later leerde een informatiebord ons dat het de mens was die hier te werk was gegaan. Hetzelfde bord informeert de lezer dat je 5 uur doet over de 6,5 kilometer. We deden er nog 1 kilometer bij en ronden de toer af in 2,5 uur. We hadden een warme soep verdiend nadat we een blauwtje hadden gelopen. De wegmarkeringen die we moesten volgen. Er was bijna geen volk bij Le Château de Fontainebleau, een immens verschil met Versailles. De tuinen konden we deze keer zonder problemen bezoeken en het was gratis voor niets deze keer. Moe, maar voldaan, waren we tegen 16:45 terug en kon ik nog de laatste kilometers meepikken van de Scheldeprijs. De druppels op de lens verraden dat we hier droger weer hebben. Hopelijk blijft het zo voor onze laatste volledige dag morgen, maar we klagen niet. We gokten en hebben gewonnen met onze gekozen bestemming, die ook bijzonder mooi meevalt.